De Deneze Air Tour is een doorwaaier jas die toch veel veiligheid biedt. Ik ben Nick van Motor Kleding Center en vandaag gaan we in deze video alles vertellen over de Deneze Air Tour beschikbaar bij Motor Kleding Center. De Deneze Air Tour is gemaakt voor de tourrijder, de doorrijder, die in de zomer een lekker doorwaaier jasje wil hebben, maar ook nog eventueel hem door kan dragen naar mid-season. Dit vanwege de binnenlaag die in de jas zit. Qua materiaal is de jas gemaakt van een mesh, wat gemaakt is in samenwerking met Cordura, wat hem heel veel stevigheid geeft en natuurlijk ook het ademende vermogen. Aan de binnenzijde bevindt zich een regenmembraan, wat ervoor zorgt dat de wind wordt buitengehouden en ook eventueel een klein buitje. Als we kijken naar de veiligheid van de jas, zien we hier wat reflectie verwerkt en ook op de zijkant van de jas is dan weer wat reflectie verwerkt. Zie je eigenlijk bijna niet zitten tot er een koplamp van een auto opschijnt. Hier op de schouder zit dan een level 1 protector en ook op de elleboog is die doorgevoerd. Deze loopt ook lekker ver door over de onderarm, zodat hij bijna de pols zelfs nog beschermt. Aan de achterzijde van de jas zien we dan de reflectie ook weer doorlopen, zodat hij ook aan de achterkant dus meer opvalt. En is de jas ook voorzien van een pocket waar een level 2 rugbeschermer ingestopt kan worden, wat we altijd uiteraard wel aanraden, zodat de veiligheid van de rug ook gewaarborgd is in het geval van een crash. Als we gaan kijken naar het comfort van de jas, is de jas uitgerust met een hoge kraag, wat met guurder weer fijn is, zodat uiteraard de wind wordt buitengehouden. En hebben we onderaan de jas nog een pocket waar je eventueel de liner, de windstopper om het zo even te zeggen, in kwijt kan. Dit is afgewerkt met klittenband en een rits, zodat je die altijd bij je hebt en in het geval van nood in de jas kan klippen. Uiteraard zien we het mesh hier ook doorlopen en kunnen we aan de zijkant gelijk zien dat je hier een stelband hebt, zodat die rond de heup iets strakker gesteld kan worden en die niet gaat flapperen, zeker als de binnenlaag eruit gehaald wordt. Als we naar de voorkant draaien, zien we hier een rits met een pocket waar je eventueel een pasje in kwijt zou kunnen voor je werk om een poort open te maken. En ook uiteraard een stelbandje, zodat je handschoen eronder of eroverheen verwerkt kan worden. Ook aan de voorzijde zien we uiteraard overal het mesh weer terug. En zien we twee zakken die niet waterdicht zijn. Er zit uiteraard niet achter het waterdichte membraan, maar waar je wel eventueel in geval van nood iets in kwijt zou kunnen. Uiteraard is deze ook weer dubbel met een IKK-rits en met klittenband verwerkt. Ook op de biceps is gedacht aan een stelknoop, zodat als je de binnenlaag eruit haalt, deze één tandje strakker gezet kan worden en dat de jas dus niet gaat flapperen en zodat zeker de protector op zijn plek blijft. Als we gaan kijken naar de bovenkant, zien we hier een mooie afsluiter die je nog kan verstellen op eventueel een losser standje, zodat er wat meer wind naar binnen komt en een wat strakker standje, zodat de wind niet de jas binnenkomt met wat kouder weer. En als we de IKK-rits openmaken, zien we aan de binnenzijde van de jas het regendichte en waterdichte laagje zitten, die er ook eventueel uitgerit kan worden in het geval van een zomerse dag. Als we naar de binnenkant van de jas kijken, zien we hier ook een rits met een stuk elastiek eraan, zodat je hem eventueel kan vastmaken aan een van de broeken van Deneze. Dit zorgt voor meer comfort en uiteraard veiligheid. De jas kan namelijk niet oprollen in het geval van een crash. Als we de rits hier openen van het regendichte laagje, zien we hierachter een mooie meshlaag die er dus voor zorgt dat je niet direct tegen de buitenlaag van de jas aan zit en je zo comfortabel blijft, ook in de zomer. Hier zit ook een binnenzakje verwerkt, waar je een eventuele telefoon of iets dergelijks in zou kwijt kunnen. Deze is niet waterdicht aangezien voor de liner nog zit. Thomas is 1,92 lang, weegt 75 kilo en draagt hier maat 50. Dit is voor hem de goede maat, zeker omdat hij hem qua mouwlengte wel kan gebruiken. Een zomerjas mag over het algemeen lekker strak aansluiten, aangezien je er of een t-shirtje of een dunne thermo onder draagt. Heb je interesse in de Deneze Air Tour en zou je deze willen passen, bekijken of bestellen, kan dat uiteraard op onze website of in een van onze winkels. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motor Kleding Center doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op onze YouTube pagina. Vond je deze video nuttig of leuk? Druk dan op het duimpje omhoog. En wil je weten wat voor jou de ultieme maat motorjas is? Blijf dan na de video nog even hangen. Dit waren Niek en Thomas van Motor Kleding Center en tot de volgende video.